was een jaar of 9, denk ik. En zat ik altijd hier, een beetje naast de bandsite al, met mijn vader. Nou, ik ging natuurlijk gewoon wel staan en juichen, maar ik ging niet helemaal uit mijn dak. Thomas Ouwejan is een echte AZ'er. Hij groeide op in Heilo en dat is een plaatsje vlak naast Alkmaar. En dan is er maar één club waar je fan van bent. Ja, sinds vroeger al vaak naar wedstrijden gegaan. Altijd met mijn vader op de fiets naar de thuiswedstrijden. En eigenlijk met heel veel uit Heilo gingen we daar altijd heen. En dat was hartstikke leuk. Goed, het waren hele doelpuntrijke wedstrijden, kan ik me nog wel herinneren. Ik weet nog wel de eerste wedstrijd tegen NAC thuis. We hebben 8 keer gescoord of zo met die geweldige vrije trap van Tjommer, weet ik nog wel. Kan ik me altijd nog wel goed herinneren, ja. Ho, ho, de goal van Tjommer! Hij jaagde hem erin! Op een gegeven moment mocht ik wel naar AZ toe, dat vond ik al echt helemaal top natuurlijk. Nou, dan heb je nog niet het idee van dat je later in het stadion gaat spelen. Er moet nog heel wat voor gebeuren, maar gelukkig is dat wel gebeurd. En hoe zag jij zo'n leven voor je als profvoetballer? Wat sprak jou daar zo aan? Ja, dan die wedstrijden spelen voor zoveel man, denk ik. In een stadion spelen, dat was waar je het voor deed natuurlijk. Wat er allemaal nog meer bij kwam kijken, dat wist je natuurlijk toen op die leeftijd allemaal nog niet. Maar dat kwam later allemaal wel. Ouwejan. Ouwejan voor. Weghorst laat lopen. En dan is het Jan Baks die het afmaakt. Ja, er komt heel veel meer bij kijken dan alleen de wedstrijd natuurlijk. Ook allemaal interviews en media, dat komt er ook allemaal bij. En voeding thuis, rust, dat komt er allemaal bij kijken. Dat is allemaal belangrijk. Ja, na de wedstrijd bedanken we natuurlijk altijd de fans. Dan lopen we weer zo hier langs. Dan kijk ik altijd even goed naar waar ik zat vroeger. Dan besef je wel van ja, vroeger zat ik natuurlijk daar altijd te kijken. En nu loop ik er zelf. Ja. Dat is wel mooi, ja. Mooi, maar ook wel apart eigenlijk. Je hebt er jaren van gedroomd. En dan ben je zelf een van die spelers die het publiek bedankt. Ja, het is toch wel een droom die uitkomt wel, ja. Ik was al vroeger altijd fan van Pocconioli, die toen aan de linkerkant speelde. Die vond ik altijd erg goed en dat vond ik altijd heel mooi om te zien. En dit is een fantastische tweede treffer op slag van rust. Kan je hem een beetje vergelijken met jezelf? Ja, ik denk dat ik qua aanvallende acties misschien wel naar hem toe kan kijken, ja. Ouwejan voetbalt alweer 10 jaar voor AZ en gezien zijn 21 jaar en zijn liefde voor de club, hoop je als AZ-fan dat hij nog eens 10 jaar in Alkmaar voetbalt. Tegenwoordig gebeurt dat zelden. Iedereen heeft ambitie en dat ligt natuurlijk hoger dan AZ. Je ambitie hoort juist heel groot zijn, dat is niet meer dan normaal. En dat is alleen maar goed als je dat nastreeft. Maar ik kan me ook voorstellen, jij bent al vanaf kleins af aan ben je fan van AZ. Het is natuurlijk een club die heel speciaal voor jou is. Ja, zeker. Zeker. Dus ja, ik zal ook altijd alles geven voor AZ natuurlijk. Maar uiteindelijk wil je wel hogerop. Dat is wel een doel, ja.